Groeten, Feyenoord Rotterdam fans. Met veel enthousiasme kom ik jullie het laatste nieuws over onze geliefde club brengen. Schrijf je zeker in om op de hoogte te blijven van alles wat er gebeurt bij Feyenoord. We zijn tenslotte één grote familie die verliefd is op ons favoriete team. Ten eerste hebben we informatie over Alireza Jahan Baksh. De directie van Feyenoord maakte onlangs bekend dat hij en zijn gevolg worden vrijgelaten om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. En het duurde niet lang voordat de belangstelling steeg. Zowel uit Frankrijk als uit Saudi-Arabië. Toulouse, een Liga 1 club, was de eerste die de speler concreet benaderde, maar een deal lijkt nog lang niet rond te zijn. Helaas kon Toulouse niet bieden wat de getalenteerde Iraanse speler verlangt voor zijn nieuwe reis bij een club. Maar kijk eens wat een verrassing: Aliou Balde, voorheen van Feyenoorder, momenteel bij FC Lausanne Sport in Zwitserland, is een sterke kandidaat geworden voor de rechtsbuitenpositie in Zuid-Frankrijk. Dat klopt, onze oudspelers schitteren daarbuiten. En daar blijft het niet bij, mensen. Johan trekt ook de aandacht van het rijke Saudi-Arabië. Met zijn geweldige optredens heeft de vleugelspeler de interesse gewekt van Al-Riyad en er komt een miljonairscontract aan. De Saudis hebben nog geen contact opgenomen met de directie van Feyenoord, maar alles wijst erop dat deze transfer gaande is. Nog steeds op Ali Reza zou volgens Tasnim ook een andere club uit Saudi-Arabië geïnteresseerd zijn in zijn diensten. We kennen de naam van die club nog niet, maar het is meer een bewijs van het talent dat hij op het veld liet zien. Ondertussen, over transfers gesproken, hebben we nog een belangrijk nieuwtje. De transfer van Danilo Pereira da Silva naar Rangers is rond. Feyenoord heeft een schotsbot van zo'n 6 miljoen euro geaccepteerd. Die deal zou door variabelen nog hoger kunnen gaan, wat geweldig nieuws is voor onze club. Danilo, de Braziliaanse spits die ons zoveel vreugde heeft gebracht, staat ook op het punt zijn contract af te lopen tot medio 2028. Hij vliegt de komende dagen naar Glasgow voor een medische keuring en zal binnenkort officieel worden gepresenteerd door Rangers. Hij maakte vorig seizoen maar liefst 14 doelpunten voor ons, maar hij gaat Rotterdam nu even verlaten, op zoek naar nieuwe ervaringen. Hoe dan ook, Feyenoord fan. Vond je het vertrek van Danilo leuk of niet? Het bestuur kon hem niet laten gaan? Laat je mening achter in de comments. Dat is het jongens. Blijf ons volgen voor meer updates over deze deals en ander nieuws van Feyenoord Rotterdam. Laten we onze hardclub steunen en hopen dat onze oudspelers schitteren in het buitenland en dat nieuwe talenten opvallen in ons team. Laten we samen op zoek gaan naar meer glorie voor Feyenoord. Vooruit.